Welkom terug allemaal. Misschien schakelt u net in of heeft u een korte pauze gehad. Welkom bij het kennisfestival georganiseerd door arbeidsplatform PO, Voyon en SOM met support van OCW. Een gezamenlijk kennisevent rondom de regionale aanpak personeelstekort met lezingen en ook deelsessies. U heeft mogelijkerwijs net al deelgenomen aan een sessie, mogelijk net al een lezing meegemaakt. Nou, wij beginnen nu ook met een lezing en die zal verzorgd worden door Patrick Keynes. Hij is hoogleraar aan de Tilburg University en tevens ook auteur. Hij heeft een boek geschreven samen met Bart Cambray over het herkennen en het erkennen van duurzame organisatienetwerken. En dat past natuurlijk helemaal in het verhaal waar we het vandaag samen over hebben, want in een complexere maatschappij, in een complexere wereld, en dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijs, is het heel belangrijk als organisaties ook gaan samenwerken. Maar op welke manier zou je dat nou moeten doen? En hoe zou dan personeelstekort kunnen bijdragen aan een duurzame samenwerking? Nou, Patrick Keynes neemt ons mee en zal ons zijn expertise delen. Dat doet hij vanuit zijn home office. Zijn home office zit in dit geval in Antwerpen. En daar zal hij zijn keukengeheimen delen. Ja, u verstaat het goed, keukengeheimen, want in een soort teaser, in een soort filmpje zag ik voorbij komen dat hij zei, waarom pakt de ene mayonaise nou beter en graag met het bereiden en een andere weer niet? Nou, misschien kan hij daar even op ingaan, want ik ben daar zelf ook nieuwsgierig naar. Patrick Keynes, aan u het woord. Ben ik nog in beeld? Oké, dan kan ik misschien nog even toevoegen. Mocht het zijn dat u vragen heeft en dat u denkt van ik zou wel een vraag willen inbrengen, dat kan via de chat. Die komen dan ook bij mij terecht. Mocht het zo zijn dat die vraag niet tijdens de presentatie gesteld kan worden, dan kunnen we die bewaren voor de deelsessies. Want Patrick zal straks ook als een van degenen zijn die een deelsessie verzorgt rondom organisatienetwerken. Als we dan toch nog tijd hebben, dan kan ik ook vertellen dat Hans Swarts en Lisbeth Ellebroek ook nog een tweede verdiepingssessie zullen organiseren over de uitkomsten en de verkenningen van samenwerkingsverbanden in de regio. En u hoorde net al een klein beetje iets over het samen opleiden en professionaliseren, sterk techniek. En ik zelf zal in gesprek gaan met twee bestuurders uit het primair en het voortgezet onderwijs. Maar eerst zal ik even kijken of we klaar zijn voor Patrick Keynes. Is dat zo? Volgens mij staat je microfoon nog niet aan. Als die aanstaat en het beeld is scherp voor iedereen, dan is het een grote kans dat we zo beginnen gaan. Is de microfoon aan? De microfoon is aan. En de presentatie is zichtbaar. De presentatie is zichtbaar, hoor ik. Volgens mij aan u het woord, Patrick Keynes. Oké, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik zal het nu even hebben over het herkennen van het belang van organisatienetwerken. In de sessie later zal ik het hebben over het erkennen van je rol als organisatie in organisatienetwerken. Zoals gezegd, ik doe onderzoek naar organisatienetwerken en ik wil jullie kennis in het kwartiertje dat we hebben, wil ik even met jullie delen. Mijn startpunt is dat ik ben organisatiewetenschapper, dus ik denk na over organisaties, organisatieontwerp. Welk ontwerp is eigenlijk het meest geschikte voor welke taak? Daaruit ik vertrek vanuit de gedachte, er zijn verschillende manieren om dingen voor elkaar te krijgen. En de economen vertellen ons dat de markt eigenlijk de simpelste manier is om dingen te doen. Omdat je daar eigenlijk, je hebt de markt, je hebt een vraag, die vraag past zich aan aan de markt. Er zijn heel lage transactiekosten, noemen ze dat dan. Dus dat loopt allemaal heel erg vlot. De vraag is of de markt natuurlijk altijd werkt. En misschien kunnen we even een voorbeeld gebruiken. Schoolverzuim van jongeren. Als er schoolverzuim is, dan is de vraag, heeft de markt daar een oplossing voor? Nou, dat hebben we. Hebben we dus niet. Daar moeten we andere dingen voor bedenken. Dus daar hebben we een soort van marktfalen. Die tegenstaan, je zou natuurlijk kunnen nadenken over bepaalde prikkels om kinderen naar school te krijgen. Je kan ook een hiërarchie oplossing kiezen. Dat betekent, je gaat een schoolverzuim
ambtenaar of iemand die erop gaat letten dat kinderen toch naar school komen. Weten we ook vaak dat dat niet zo succesvol is. We kunnen ook zeggen, oké, we gaan samenwerken. Ik noem samenwerken dus de derde vorm die je op de slide ziet. Dat betekent, de vraag is, wat heeft die jongere allemaal nodig aan ondersteuning om toch weer naar school te gaan? Heeft hij misschien ondersteuning nodig op emotioneel vlak, op de thuissituatie, op het gebruik van bepaalde verdovende middelen en dergelijke. En dan kan je die allemaal apart inzetten en kijken of dat een effect heeft. Maar wellicht is het zo dat heel veel mensen zullen zeggen, schoolverzuim is vaak een complexe problematiek. Heeft met heel veel dingen te maken die op elkaar ook inspelen. Dus is complex, plus elke jongere die naar school gaat, heeft eigenlijk een eigen verhaal. En dan hebben we dus eigenlijk een organisatienetwerk aanpak nodig. Dus dat is die vierde vorm. Dus dat betekent die vorm, die organisatienetwerk, die kiezen we dus, hè, of die gebruiken we voor situaties die in principe complex zijn. Dat betekent, er komen heel veel dingen bij kijken. En die dingen zijn ook nog wederzijds van elkaar afhankelijk. Hè. En het heeft vaak met maatwerk te maken. En we constant de vraag stellen natuurlijk, want het gaat hier tenslotte over personeelstekort en het voorkomen daarvan bij leerkrachten. Is dat een complex probleem? Hè? Zit daar een bepaalde complexiteit aan vast? Zullen we kunnen nadenken, waar heeft het allemaal mee te maken? Nou, de dingen, jullie zijn natuurlijk de specialisten, maar de dingen die ik zou kunnen bedenken, verschijnt te maken met uiteraard met de kwaliteit van de school, maar dat natuurlijk niet alleen, maar ook de kwaliteit van wonen, de kwaliteit van het werk, eventueel administratieve lasten waar leerkrachten in principe heel vaak niet van houden, loopbaanmogelijkheden, één keer als je die baan begint of als je in die baan zit, opleidingsroutes, past die school bij die leerkracht? We hebben het over passend onderwijs als we het over de kinderen en jongeren hebben, maar misschien kunnen we ook over passend onderwijs denken. Voor leerkrachten. Sommige leerkrachten passen misschien beter bij andere scholen. Ik zag net een berichtje langskomen van iemand of het inderdaad zo is dat leerkrachten moeilijker te vinden zijn voor zogenaamde moeilijke scholen met moeilijke kinderen. Maar het zou best kunnen zijn dat er leerkrachten zijn die juist een uitdaging zoeken in zogenaamde moeilijkere leerlingen. We hebben dat fenomeen hier in België. Heel veel leerkrachten willen niet naar Brussel. In het Nederlandstalig onderwijs. En verschillende leerkrachten willen heel graag naar Brussel, omdat juist veel uitdagender is. Er zijn heel veel factoren. Maar goed, als je dan in Brussel naar school gaat, dan moet je natuurlijk in Brussel ook een woning vinden. En dan moeten er ook andere dingen bij komen kijken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, personeelstekort of het voorkomen daarvan is eigenlijk ook een complexe problematiek. Dus vandaar zitten we in, zeggen we, Mijn idee zal zijn, we zitten in het vierde model. Ja. En ik hoor heel vaak verhalen die zitten eerder in het derde model. Hè. Er worden alle mogelijke activiteiten apart georganiseerd die niet elkaar met elkaar verbonden zijn. Ook verschillende netwerkactiviteiten en verschillende netwerken die niet direct met elkaar verbonden zijn. En daarom zou ik verwachten dat die complexiteit niet meteen vatten. Die daar speelt. Nu zitten we volgens mij in het vierde model. Ik hoop dat ik jullie daarin mee heb. En daar ontvang ik ook heel graag vragen over, als daar twijfels over zijn. Wat betekent dat vierde model nu heel kort? Het betekent dus dat we eigenlijk van een situatie moeten van wat we heel vaak doen, instellingsgericht. Hè. We kijken ook heel vaak naar onze school, naar onze werkomstandigheden. Is het een plezierige werkplek enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk allemaal heel erg belangrijk. Maar dan stoot je aan bepaalde grenzen als het over bepaalde problemen of uitdagingen gaat. En dan moet je de samenwerking, ook iets wat ik in de voorgaande deel van deze bijeenkomst al heel vaak gehoord heb, dan moet je naar samenwerken. Nou, wat betekent dat samenwerking? Dat betekent dat je eigenlijk qua organiseren en denken van een instellingsgericht perspectief naar een organisatienetwerkgericht perspectief moet gaan. Dat betekent, je hebt te maken het product, hetgeen wat je wil bereiken, in dit geval meer leerkrachten, gelukkige leerkrachten en het voorkomen van een tekort van leerkrachten, dus van dat leerkrachten weer stoppen met leerkracht zijn.
Dat is eigenlijk het product van een heel slim samenwerkingsverband. Daar hebben we ook een definitie voor. Dat is het verbinden en delen van verschillende activiteiten, competenties en verschillende unieke organisaties om zoiets als het resultaat wat ik net benoemde voor elkaar te krijgen. Dat is een heel zeg maar, sterke en op zich potente vorm van organiseren, vooral als het om bepaalde uitdagingen gaat. En ik heb hier zo'n lijst van nog andere uitdagingen die ik net bedoelde. Allemaal gerelateerd aan het feit dat ze complex zijn. Dat betekent er komen verschillende dingen bij kijken. Die zijn op een of andere manier interdependent. Ze zijn elkaar gerelateerd en hebben heel vaak met maatwerk te maken. En ik heb op het einde daar ook leraar tekort en uitval verminderen. Zou je daar ook bij kunnen doen. Nu is de vraag van onder welke omstandigheden werken zulke organisatienetwerken. Dus de vraag is, en daarom heb ik in deze sessie het rechtse onderste plaatje, dat organisatienetwerk gericht. Daar wil ik nu even op focussen en de aandacht vestigen op welke factoren zijn belangrijk om zo'n organisatienetwerkgerichte benadering te doen werken, dat het functioneert. In de latere sessie ga ik dan ingaan, wat betekent dat voor jouw organisatie als school om daarvan deel uit te maken. Ik noem 4 punten in deze korte presentatie. Dat zijn aandachtspunten voor goed werkende organisatienetwerken. Dus die organisatienetwerkgerichte aanpak. En het eerste is om te werken hebben organisatienetwerken nodig aan duidelijke en bezielende doelstelling. Dus dat betekent alle netwerken die zeg maar een heel algemene naam zijn. En dat klinkt nu misschien in deze context een beetje kritisch. Hè? Dus maar de naam regionaal netwerk aan zich is geen doelstelling. Dan het enige wat dat zegt is dat het netwerk in de regio plaatsvindt. Maar als de regionaal netwerk aanpak lerarentekort, dus dan weet ik precies, het gaat om lerarentekort. Dat is de doelstelling. En de assumptie, de veronderstelling is dat we dat via een samenwerkingsverbanden van organisaties doen. Is die bezielend? Dat weet ik niet. Ik hoorde eerder dat er wel heel vaak over gepraat wordt, maar die urgentie is nog niet heel sterk blijkbaar, of is heel lokaal heel erg verschillend. Dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk dat goed duidelijk wordt van wat is dat eigenlijk wat we willen bereiken. Een tweede is geen doelstelling. Als we het over die doelstelling hebben, dan kan het niet over een doelstelling gaan die een organisatie alleen kan doen. Dus als een organisatie denkt, ik kan dit alleen oplossen, dan is het geen goede basis voor samenwerken. Als sommige scholen zeggen van ja, ik kan best zelf genoeg leerkrachten vinden en ik heb ook geen grote turnover van leerkrachten. Ja, waarom zouden die scholen dan samenwerken met andere scholen? Of waarom zouden andere organisaties die geen scholen zijn daar een bijdrage aan willen leveren als ze zelf het probleem kunnen oplossen? Het idee is dat die activiteiten die mogen niet te klein zijn. Dus ik heb gezien op de website rond de regio, rond die RAPS en RALS, dat je dus eigenlijk heel veel, hele lange lijsten ziet van concrete activiteiten. Ja, die een school of twee scholen of een groep van organisaties doen. De vraag is of dat altijd heel veel oplevert. Dan levert wellicht iets op basis van die activiteit. Maar als je kijkt naar de complexiteit van het vraagstuk, wat komt er allemaal bij kijken? En wat vinden leerkrachten belangrijk? De verschillende dingen die ik noemde. Is de vraag is of dat je het dan niet soms een beetje groter moet doen. Anderzijds mag het ook niet te hoog zijn. Ja? Niet te klein of te hoog. Ik heb het woord hoog hier gebruikt, omdat ik hiermee refereer naar een artikel van Edith Hoge in het Financieel Dagblad van 31 mei, waar ze het over sturingsnetwerken heeft en het feit dat we helemaal gek worden van alle mogelijke sturingsnetwerken, die dan blijkbaar belangrijk zijn, maar geen verantwoordelijkheid nemen. Dus dat zijn van die abstracte fenomenen. Ja? Dus het is eigenlijk zoeken naar netwerken binnen een regio van een groep van organisaties die een concrete en ook liefst meetbare bijdrage kunnen laten zien aan zo'n vraagstuk.
Twee andere punten. Een organisatienetwerk moet in principe permanent op zoek zijn naar oplossingen voor vier basisproblemen. Dus dat betekent, als je een uitdaging hebt, zoals een personeelstekort van leerkrachten, of je wil voorkomen dat leerkrachten verdwijnen, dan moet je in die samenwerking eigenlijk de vraag stellen van, wat heb ik eigenlijk nodig om dat personeelstekort te voorzien? Dat is de eerste vraag. Hè. Dat is inderdaad zoals de mayonaise. Ik wil mayonaise maken en de vraag is, wat heb ik daarvoor nodig? Dus die ingrediënten moet ik voor mij op tafel leggen. En dan weet ik, ja, hier is een beetje mosterd, hier ligt de ei, hier een beetje olie, peper, zout. Dat zijn de dingen die ik nodig heb. Nou, wat heb ik nodig voor leerkrachten? Maar dan moet je eens proberen in te tikken in Google en te vinden, want ik heb dat geprobeerd, van wat vindt een leerkracht belangrijk? Nou, alle hits die je krijgt, die gaat over wat maakt een goede leerkracht, wat is een goede leerkracht, gaat altijd over goede leerkrachten. Maar de vraag van wat heb je eigenlijk nodig om een leerkracht een aantrekkelijke werkplek te vinden, dat is eigenlijk moeilijk te vinden. Je zou verwachten van een samenwerkingsverband dat ze daarover nadenken. Wat zijn de ingrediënten die nodig zijn om een leerkracht te vinden en een leerkracht te houden? Dan is de vraag, als je dat dan weet, wie kan dat dan doen? Nou, scholen liggen een beetje voor de hand. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere organisaties. Dat kan gaan van woningcoöperaties tot gemeenten, tot andere opleidingsinstituten, tot hogescholen in de buurt, tot persoonlijke netwerken, weet ik veel wat allemaal, die daar een rol in kunnen spelen om het voor die leerkrachten aantrekkelijk te maken om bij een bepaalde school betrokken te zijn. Wat motiveert die organisaties, dus nu niet de leerkracht, maar wat motiveert organisaties om samen met de andere organisaties samen te werken om die meerwaarde, dus het voorkomen van het leerkrachtentekort, te verwezenlijken? Dus eigenlijk de vraag, wat is de prikkel voor organisaties om deel te nemen in een organisatienetwerk? Daar denken we eigenlijk ook vaak te weinig over. En dan is nog de vraag van, ja, wat voor kennissysteem hebben we eigenlijk nodig? Als we bijvoorbeeld weten, hè, er is een bepaalde leerkracht die functioneert, die is aan het afhaken in een bepaalde school. We weten dat wat die redenen zijn, die zoekt naar meer uitdagingen of die zoekt naar een uitdagende groep van kinderen of die wil zich gaan specialiseren in een bepaalde expertise, maar die is in die school niet echt aan de orde. Hoe kan ik dan heel snel een andere school vinden waar die leerkracht eventueel wel aan zijn intrinsieke motivatie geappelleerd wordt. Dus dergelijke dingen, dus informatiesystemen, zijn hier ook heel erg belangrijk, vaak ook onderontwikkeld. En dat zijn de dingen die in een regionaal samenwerkingsverband zou je kunnen nadenken van dat soort dingen dan gedaan worden. En de vraag is natuurlijk, wie doet dat dan? Hè? Wie denkt na over die oplossingen van die vier problemen? En daar hebben we in principe een soort van toverwoord, hè? Daar hebben we een soort van governance voor nodig. Dus de vraag is, hoe richt je eigenlijk de governance in van dat soort samenwerkingsverbanden? Wie doet dat? Doe je dat via een loket? Is dat een goede oplossing? In principe, vanuit het onderzoek wat wij doen, moet je eigenlijk iets hebben, een organisatie die in staat is telkens opnieuw op zoek te gaan naar oplossingen voor de vier genoemde basisproblemen. Als die daar een bijdrage aan kan leveren, dan zit het goed. Nou, ik zie dat de tijd op is, dus ik zal hier even stoppen. Ja, nou heb je het ons wel een beetje moeilijk gemaakt, want eigenlijk zijn we nog niet helemaal klaar met je verhaal. Jawel. Maar daar hebben we nog wel een oplossing voor, Patrick. Want we hebben dadelijk deelsessies. En alle mensen die nu luisteren van de Pippi Langkous-attitude naar de Lego-blokjes om de wat-vraag als bouwsteen te ontwikkelen, komen we nu bij de deelsessies aan. Ik wil Patrick in eerste instantie hartelijk danken voor deze presentatie tot nu toe.
En we zijn nieuwsgierig naar wat er nog meer te vertellen is. En straks kunt u nog verder in een deelsessie met Patrick praten. En dan kunt u vooral stilstaan bij de vraag van wat betekent dit nou voor mijn situatie. Dus je kunt hem iets meer naar jezelf toe trekken. Daarnaast zitten om mij heen twee bestuurders van een primair en een voortgezet scholengroepen. En wij gaan het met elkaar hebben over het binden van nieuw zittend, startend personeel. En hoe hou je ze duurzaam vast voor je organisatie. Daarbij kunt u ook deelnemen door vragen te stellen in de chat. We gaan ook verder met een andere verdiepingssessie. En die wordt geleid door Hans Zwarts en Lisbeth Ellenbroek. Zij gaan het hebben over over de uitkomsten van verkenningen waar we het vanmorgen ook al over gehad hebben. Maar dan vooral gaan kijken van hoe ziet dat er dan uit binnen bijvoorbeeld het platform Samen Opleiden en professionaliseren. Of binnen de sterk techniekonderwijs. Gouden tips delen en gasten daarbij zijn Nienke Wirts en Jan van Nierop. Zij zullen zich dadelijk in hun eigen deelsessie verder voorstellen. Patrick Keenis heeft net al het woord gehad. Wat betekenen organisatienetwerken voor uw organisatie en uw regio? En dan kruipen we langzaamaan richting de klok van 16:55. En dan zullen we de middag afsluiten samen met Dominique van der Elst. Zij vertegenwoordigt dan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we hopen op die manier ook de vragen die nog openstaan, die mogelijkerwijs door u eerder gesteld zijn, te beantwoorden. En hoop ik natuurlijk voor nu een aangename voortzetting van de middag. Tot zo in de deelsessie naar keuze. Maakt u geen keuze, dan blijft u lekker in deze sessie. Just like a dream, somewhere between bitter and sweet, I miss you here.
trying to say. Will tomorrow bring you closer? I look out for you every day, 'cause I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. I'll be here waiting for you every day, every single day. I hear you calling from a distance. What are you trying to say? Hartelijk welkom terug op deze middag, dit RAP-event. We gaan beginnen met een deelsessie. Een deelsessie die op eenzelfde vorm al eerder heeft plaatsgevonden. Met een PO-bestuurder en een VO-bestuurder. Maar in dit geval met een ander onderwerp. En dat sluit een beetje aan op, bij de presentatie die we net van Patrick hebben gehoord. De focus moet niet helemaal gelegd worden op leraren die maken het onderwijs. Maar gelukkige leraren maken het onderwijs. En misschien werpt dat weer een ander blik op de vraag. Nieuw personeel werven is één. Maar begeleiden en vasthouden, dat is nogal een uitdaging. Daar willen we mee met u in gesprek. Dat gaan wij doen, met elkaar. Als binnenkring, maar u als buitenkring bent er ook bij betrokken. En dat kan als volgt. U kunt aangeven als u een vraag heeft. Die vraag die wordt opgemerkt door Robert Homme en Mariska Stuivenberg. Zij zullen meedoen in deze ronde. En zij geven ons aan dat er een interessante vraag is. En dan krijgt u letterlijk en figuurlijk het beeld en het woord om die vraag te kunnen stellen. Op die manier vormt u met elkaar de buitenkring. Met wie hebben we het genoegen? We hebben het genoegen met Frank Tiggers, PO-bestuurder bij Stichting Klassen. En Stan Pools, VO-bestuurder van CVO-groep Oost-Utrecht. Nou, Robert en Mariska heb ik net al heel even kort genoemd. Die zullen zo dadelijk ook verschijnen in ons beeld. Maar misschien is het goed om eerst even een kort voorstelrondje te doen. Om even de context te schetsen van waaruit je zelf actief bent. Prima. Mag je het woord geven? Ja, dankjewel. Ik ben Frank Tiggers. Ik ben bestuurder van klassen, zoals je al zei. 17 scholen in het Groene Hart. Openbaar, basisonderwijs vooral, maar ook speciaal basisonderwijs en een SOVSO-school. Met totaal 17 scholen en 3200 leerlingen. Dankjewel. Ik geef het woord door aan Stan. Stan Pools, bestuurder van de CVO-groep Zuidoost-Utrecht. 6 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hier in de buurt. Tussen Wijkbeduursteden en Bunnik liggen die scholen allemaal. We hebben ongeveer 4500 leerlingen, 550 medewerkers. En we hebben speciaal onderwijs tot en met tweetalig gymnasium en alles wat ertussen zit. Dus we hebben eigenlijk alle onderwijssoorten, inclusief praktijkonderwijs, die bieden wij aan. Oké. Okay. Nou, daarmee bedienen we een groot deel van de markt en van de onderwijsmarkt. En dat is hartstikke mooi. Daar kunnen we ook waarschijnlijk een beeld voor vormen. Regionale samenwerking en begeleiding van nieuw personeel. Ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd even naar de hoe-vraag. Hoe ziet dat bij jullie in het primair onderwijs uit? Ja, heel verschillend, hè? Ik denk, je hebt bijvoorbeeld Transvita, regionaal transfercentrum, werd al even aan de orde gesteld. Ik denk een hele belangrijke samenwerking, maar wel een samenwerking die zichzelf misschien wel weer eens opnieuw uit zou moeten gaan vinden. Hè? Want die begon, ooit vanuit het overschot aan personeel. Hè? Dat waren hele andere tijden, waarbij het overschot van de ene school of het ene schoolbestuur een oplossing voor de andere zou kunnen zijn. Nou, nu hebben we ongeveer allemaal hetzelfde probleem. Mm-hmm. Dus we zullen eigenlijk onze doelstelling, en dat kwam ook uit het verhaal van net natuurlijk, moeten herformuleren. We zullen daar waar we zelf niet in staat zijn om voldoende personeel te werven en te behouden, dat behouden kunnen we denk ik wel zelf, maar dat werven en toeleiden naar de meest passende plek, ik denk dat daar de meerwaarde zit van zo'n samenwerkingsorganisatie. Nou, dankjewel. Hoe verleiden wij leraren tot gelukkige leraren die weer het vak in willen? Hoe doen jullie dat? Ja, dat is een goeie. Weer, hè? Of, als het zijnstromers zijn, is het weer. Ja. En anders misschien nieuw. Ja. Ja, dat is een veelheid aan argumenten. Wat wij in ieder geval proberen is om ze
de stap te laten maken, hè, om überhaupt te komen kijken. Hè. We kennen cv's die kunnen worden ingediend, die worden gecheckt. Mensen worden geïnteresseerd, kunnen scholen bezoeken. We hebben bustours tussen scholen waarin mensen kunnen ruiken wat scholen erg leuk zijn. Als mensen overwegen om het vak te kiezen, dan hebben we het wel over de zij-instromers, mogen ze een tijdje meelopen. Als ze dat bevalt, dan, en het bevalt de school ook, dan kunnen ze bij ons een assessment volgen. En dan kan zo'n zij-instromer kan bij ons instromen. We hebben ook de leraren op. Opleiding, hè? Dus die andere stroom, die jongere stroom, wij zijn ook opleidingsschool. Dus wij proberen op die manier ook de mensen die geïnteresseerd zijn in het lerarenvak, die proberen wij bij ons een stageplek of een opleidingsplek te bieden. Nou, dat is natuurlijk ook vaak een manier om te kijken van zijn het goede docenten, passen ze bij ons, vinden zij het leuk bij ons. En ongeveer 1/3 van de docenten die in opleiding is via de opleidingsinstituut, die blijft ook bij de CVO-groep blijft hangen. Dus wat wij proberen is zowel de mensen die van buiten komen als zij instromen, als de nieuwe, en die proberen we op één stroom. Wij noemen dat de structuur van de schoolopleider. Elke school van de CVO-groep heeft een goede professioneel opgeleide schoolopleider. En daaronder opereren werkplekbegeleiders. Ja, het klinkt verschrikkelijk institutioneel. Nee, het is het ook, hè, maar dat zijn dus gewoon docenten die het leuk vinden om beginnende docenten, dat kunnen studenten zijn, dat kunnen zij-instromers zijn, kan van alles zijn, te begeleiden. Dus we steken heel veel tijd en energie in het begeleiden van de nieuwe mensen. En wat we daar tegenwoordig aan toegevoegd hebben, en dat is het inductieverhaal. We hadden het daar al, hè, hiervoor ook al, hè, de begeleiding van startende docenten. Want ja, die is vaak niet zo heel erg anders dan de mensen die nog moeten beginnen. He, dat zijn vaak mensen die van buiten komen of dus die net het vak hebben en die hebben vaak nog veel begeleiding nodig. Dus ja. die totale optelsom van al die begeleiding, dat hangen wij bij ons in de CVO-groep onder de schoolopleider. Dat doet heel VO in Nederland hoor. Dat is niet zo bijzonder. En op die manier peren wij rust en aandacht. He, daarmee peren wij te laten zien, dit is een leuk vak. We hebben aandacht voor je. En blijf vooral dit vak beoefenen. Zo proberen wij dat te doen. Ja. Nou hebben jullie allebei beschreven hoe je dat vanuit je eigen scholenperspectief doet. Mm-hmm. Als we nou gaan kijken naar het verhaal van net, van hoe kun je nou vanuit een substantieel organisatienetwerk richting begeleiding en duurzaam personele verbindingen maken. Hebben jullie daar ideeën? Zijn er al netwerken waarin je opereert in die zin? Ja. Nou, ik noemde er net al één, hè? Maar ik denk dat een ander netwerk, en jij stipte het al even aan, het netwerk met de opleiding. Hè? In ons geval is dat de PABO van Hogeschool Leiden. Dat is een ongelooflijk goed en inspirerend netwerk, waar wij nu 5 jaar deel van uitmaken. En met een soort binnenkring en buitenkring heb je daar ook. Hè? Dus een aantal hele actieve besturen die daar in de binnenkring actief zijn. En samen optrekken, samen inductieprogramma's vormgeven. Ja. Meedenken in het verder flexibiliseren van de opleiding. Ja. En er zit toch een hele schil van besturen omheen. Die natuurlijk ook hun stagiaires krijgen. En ik geloof heel erg in die samenwerking. En vooral in de uitwisseling daarin. Hè? Dus ook het niet alleen op bestuurlijk niveau. Met elkaar in gesprek gaan, maar juist ook de opleiders, de begeleiders, maar ook soms gewoon de leerkrachten. Hè? En we hebben ook een aantal fantastische leerkrachten die ook heel graag gastlessen een keer komen geven en daarmee ook een inkijkje kunnen geven in hun eigen school, in hun eigen praktijk. Dus het meer verbinden van die werelden, daar geloof ik heel erg in die netwerken. Ja. Dat is mooi, een beetje het verhaal van de eerste spreker. Dat je juist het talent van zo'n leraar op een hybride vorm meer neerzet dan hem alleen maar in dat malletje giet. Ja. Okay. Ja. Ja. Er is een vraag binnengekomen van Paul Baan en Tom Dolleman. Die zeggen die rol van die schoolleider. Jullie zijn de schoolbestuurder, die zou je eigenlijk in diezelfde lijn kunnen zien. Hoe dienend zouden jullie of de schoolleiding zich moeten opstellen als het dan gaat over structuren, kaders, doelen formuleren? Of kan je zeggen van nou, weet je, die professional in die school, weet je, die weet wat die moet doen. En we moeten daar juist heel veel ruimte aan geven. Hoe wegen jullie dat zelf? Ik vind die schoolleider wel cruciaal. Hè? Dus een schoolleider die vindt dat het allemaal niet belangrijk is, hè? Dat het er maar een beetje bij hangt, dat kan natuurlijk niet meer. Hè? Dus een schoolleider die uitstraalt, hè, dat hij dit belangrijk vindt, die dat ook faciliteert, het kost gewoon geld. Laten we nou wel eens. Het komt allemaal uit die begroting. Hè? Dus dat is cruciaal. En dus ik hou erg van schoolleiders die zeggen, ja, we moeten er misschien wel in investeren, in die zijinstroom, maar we gaan er een keer lol van hebben. En als wij er geen lol van hebben, dan heeft er misschien een andere school wel lol van. Of heeft de persoon een prachtig traject gehad en geconcludeerd, dit is het misschien toch niet zo. Ja, ja. Nou, dat denken, zal ik maar zeggen, ja, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat breed kwam. En ik vind dat veel schoolleiders dat ook hebben. Hè, dat,
maar een schoolleider die denkt van, nou, die schoolopleider die hangt ergens daar in een hoekje van de organisatie, dat kan niet meer. Dat moet echt een tandem zijn waarbij de schoolopleider en de schoolleider, het scheelt ook maar één woordje, op, zal ik maar zeggen, heel dicht met elkaar opereren en heel goed van elkaar weten wat er gebeurt. Ja. Ja, en toch tegelijkertijd vind ik dat het niet alleen maar dienend leiderschap is. Hè? Want ik ben het helemaal met je eens, die schoolleider is cruciaal. Wij zijn ook heel trots dat we heel veel schoolleiders zelf hebben opgeleid de afgelopen jaren. Ja. Gewoon een talentenpool gemaakt en daar mensen de kans bieden om door te stromen in een soort assistent schoolleider tot aan een zelfstandig schoolleider. Ja. Maar ik denk dat een hele goede schoolleider is zowel dienend als sturend. Mm. Want soms moet je ook wel degelijk de leiding nemen. Hè? Dat zit niet voor niets in de term vervat. En soms moet je juist heel erg ruimte geven. Mm. Ja. En het continu balanceren tussen die twee, dat is volgens mij cruciaal. Oké, dat is mooi. Dat is een mooi antwoord, dat je enerzijds toch wel de leidende figuur bent als het gaat om richting geven. Precies. En anderzijds de ruimte geven om die ontwikkeling, vooral die professionele ontwikkeling van die leraar, ook kansen te bieden. En volgens mij maakt dat leraren ook gelukkige leraren. ik spreek natuurlijk ook een klein beetje uit ervaring. Mannen, zo is het. Ja. Robert en Mariska, die zitten op de achtergrond. En die kijken mee met ons, maar die zien ook alle mensen die aangehaakt zijn bij onze presentatie. En als die mensen nou denken, ik heb een vraag, geef dan even een handje aan op het scherm. Dan wordt het opgemerkt en dan komt het vanzelf bij ons. En dan krijg je ook de ruimte om fysiek en echt in beeld ook je bijdrage te leveren. Ik zie nou ook Mariska en Robert zitten en ze kijken en ze lachen met een duimpje omhoog, dus het zal wel goed komen. Ik zie nog geen verdere duimpjes. Dan gaan wij nog even verder. Want ik was nog wel nieuwsgierig naar die uitval. Hè. Weet je nog, we hadden in de eerste presentatie hadden we het vooral over die meneer die zei in het Nijmeegse van ja, maar hoe zit het nou? Wij beoordelen min of meer de uitval. Mm-hmm. Is dit nou uitval die we hadden kunnen voorkomen? Of is dit nou een gekozen uitval? En dan zie ik dat veel meer als een ambitie volgen buiten het onderwijs. Als ik er nou eens een stelling in gooi. Als mensen de eerste 2 jaar uitvallen als docent of leraar, ja, dan zijn ze waarschijnlijk ook niet zo geschikt voor het vak. Ja, dat is nogal contextueel bepaald. Maar dat, ik denk dat je toch eerst naar je eigen rol moet kijken. Want ik denk dat je dan als opleider iets niet helemaal goed hebt gedaan. En ik denk dat juist... Wat heb je gemist? Nou ja, van krijgt diegene wel voldoende begeleiding. Hè? Je moet zo iemand niet zo in het diepe gooien. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei plekken. Ja. En dat wordt nu versterkt door het leraartekort. Hè? Ja. Dus daar zit een enorm risico dat door dat leraartekort we nu mensen veel te snel eigenlijk volledig zelfstandig voor zo'n klas gaan zetten. Terwijl we dat juist niet moeten doen. Juist nu niet. Ja. Even nog bij die leraar blijven, want dat vind ik wel een interessante. Als je het beroepsbeeld van de leraar ziet, dan zie je lesgevende taken, dat is één. Maar die hele onderzoekende houding, die eigenlijk in zo'n opleiding wordt gepredikt en wordt onderwezen, die raakt een beetje op de achtergrond naarmate de mensen juist in die lesgevende taken geduwd worden, omdat daar die tekorten spelen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om, even als zijstapje? Van, zie je dat gevaar als bestuurder en op welke manier kan je dat voorkomen of voorkom je dat? Nou ja, kijk, het beeld wat ik hoor van directeuren en van schoolleiders is van ja, je hebt ongeveer 4 jaar nodig hè, als docent om goed te landen. Ja. Hè, en dus niet 2 jaar. Als je na 2 jaar al weggaat, vind ik te vroeg. Dan is er iets niet fout te gaan. Hè. Ja. Dat zou kunnen zijn dat de persoon een verkeerde keuze heeft gemaakt. Kan. Ja. Maar de kans dat wij niet voldoende ondersteuning en begeleiding hebben geboden, die acht ik groter. En wat wij zien is dat als iemand 3 of 4 jaar en dan ook zit en een vat krijgt op klassenmanagement en al dat soort dingen. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, dan komt langzaam die andere kant komt in beeld. Okay. Dus het is echt 4 jaar het vak in al zijn kneepjes, zal ik maar zeggen, onder de knie krijgen. En dan komt die onderzoekende kant komt dan vanzelf wel weer tot ontwikkeling. Dan komt een persoon, ik zou bijna zeggen, tot rust en tot ontwikkeling. En kan die dat veel meer oppakken. En kan dan ook andere rollen gaan vervullen. Dus eigenlijk uw talenten die dan na 2 jaar kunnen, hè? Hou me ten goede. En tegelijkertijd is het dan wel voorwaardelijk dat die ruimte ook geboden zeker. Wordt, die onderzoek. Te kunnen exploreren. Zeker. Oké. Okay. Ja. Als ik jullie beluister, dan is er eigenlijk geen probleem als het gaat over regionale aanpak op het gebied van nieuw personeel. Want ja, de scholen kunnen het eigenlijk
je hebt zelf daar heel goed een beeld bij. Hmm. Je zegt, we hebben eigenlijk al mooie samenwerkingspartners gevonden. Of kunnen we zeggen van nee, ik vind toch wel... Misschien even kijken naar de scholen waar het stoplicht op oranje of soms op rood staat. Wat kunnen we die scholen adviseren? Of moeten we daar wel op een regionaal beleid koersen? Wat zou jullie denken? Dat we op onderdelen wel degelijk regionaal moeten. Dat is niet eens een keuze. Hmm. Okay. Als het gaat om werving, maar dan specifieke werving. Hè, we hebben het al even over gehad, de zij-instromers. Ik denk een ongelooflijk belangrijke groep die nu een deel van het tekort zou kunnen opvangen. Mm-hmm. Ik denk niet dat je als school of als schoolbestuur zelf zij-instromers moet gaan werven. Dat moet je met elkaar doen. Mm. En dat moet je ook met een opleidingsinstituut erachter doen. Ja. Okay. En vervolgens moet je ook heel goed de matching gaan onderzoeken. Ja. Wat is nou een goed passende plek voor deze specifieke zij-instromer? Ja. Dat moet je samen doen. Ja. Bij ons is dat een project, sorry dat ik even rumpeer, van het RAP. He, dus een van de deelprojecten van RAP, het gebied waarin ik opereer. Mm-hmm. Wij noemen dat de banaan rondom Zeist. Dat heeft te maken met de ligging van de plaatjes rondom de stad Utrecht. Is dit, zeg maar, die regionale aanpak van zij-instroom, is echt een RAP-project geworden. Omdat iedereen wel tot de conclusie is gekomen. Daar zijn we afzonderlijk allemaal net iets te klein voor. Mm-hmm. En met elkaar kunnen we massa maken met ambitie dat we de komende periode 2 keer 8 zij-instromers, dus in totaal 16 zij-instromers, op de scholen van het RAP samenwerkingsverband kunnen laten instromen. Dus aan de begeleidingskant, dat is dan zeg maar het onderdeel van de RAP. Dus die had het over bestuurlijke samenwerking. Ja. Dit is een hele mooie. En ook die begeleiding van startende docenten, die hebben we daar ook opgehangen. Ja. Okay. Ook bij het RAP. Ja. 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 Ik denk nog een andere is de benadering van VO-scholen voor toekomstige leerkrachten. Mm. Hè? Mm. Ik denk dat we daar nog veel meer, ook dat is een RAP-project binnen Transvita. Maar ik denk dat we daar nog veel meer uit moeten gaan halen. Mm. Noem eens een voorbeeld. Wat zou er nog gedaan moeten worden? Nou, ik denk dat imago van het vak nog een boost kan hebben. Ja. En zeker ook als je kijkt naar al die nieuwe ontwikkelingen van hybride vormen van onderwijs. Dat onderwijs niet iets voor je hele carrière per se is. Dat mag natuurlijk wel, maar dat hoeft niet. Een soort ander beroepsbeeld gaan creëren. Ja. Wat het vak alleen maar interessanter maakt voor een bredere doelgroep. Ja. Ik denk dan komen we toch weer bij de ICT-lessen vanmiddag. Waarbij we stelden van ja, maar die hybride kansen, weet je. Dat maakt ook dat iemand meer is dan alleen maar die leraar die je nog vanaf je eigen jeugd in je hoofd hebt geprent. Precies. En dat ervaar ik ook met een verjaardag. Als je zegt, wat doe je? Ja, ik sta voor de klas. Dan weten mensen blijkbaar al precies wat je doet. Want er wordt nooit doorgevraagd. Ja. Terwijl als je zegt dat je manager bent van 30 man personeel onder je hebt, dan is het waarschijnlijk meer interessant. Want dan worden er meer vragen gesteld. Ja. Dus misschien moeten we wel naar nog hoger plan trekken. Dat we een soort postbus 51 spotje wat je vroeger had, maar dan wel over het beeld van de leraar. Blijkbaar klopt dat beeld dus niet. Ik denk het ook. En ik denk ook, en dat zie je ook nu in de afgelopen jaren, de verschillen die er zijn ontstaan tussen de grote stad en de periferie. Hmm. Binnen de middelgrote steden, de rijkere wijken en de armere wijken. Hmm. Ook de reframing van het belang van leerkracht zijn juist in die plekken waar je het grootste verschil maakt. Hmm. Ja. Een soort herwaardering van dat vak waarbij je mensenlevens gewoon volledig kan veranderen ten positieve. Ja, dan zie je eigenlijk dat met COVID zie je zo'n herwaardering rondom de zorg. En eigenlijk zie je nou met een programma zoals Klas op tv, zie je eigenlijk weer zo'n herwaardering of herontdekking van het belang van de leraar. Ja. Maar wij hebben het niet over het belang van de leraar, we hebben het over het belang van gelukkige leraren. Ja. Want die willen we hebben en houden. En het is wel... En we kijken daarna van hoe kunnen we dit nou niet alleen op schoolniveau, maar ook regionaal aansturen. En dan hoor ik jullie eigenlijk ook zeggen dat de lerarenopleiding daar een rol in heeft. Op welke manier zou dat kunnen? Ik zie overigens nu ook Mariska in beeld en Robert. Hebben jullie al een handje in beeld gehad waarvan je zegt... Ja, er is iemand die heeft een vraag of die wil ook een toevoeging doen. Oké,
We hebben een vraag of eigenlijk een toevoeging van netwerken waar misschien nog niet aan gedacht wordt. Aha. Is vanuit het perspectief van docent vluchtelingen, in dit geval in de samenwerking met de Vereniging van Wiskundeleraren. En de vraag is van in hoeverre zou vakverenigingen kunnen bijdragen in de aanpak van een lerarentekort? Vakverenigingen, oké. Okay. En dan een heel specifiek eigenlijk VO-MBO gerichte. Ja. Toch meer naar jouw kant kijken. Ja, ik weet niet of ik het zeg, maar ik weet dat er een aanvraag is, maar dat is echt een beetje uit de tweede hand van, volgens mij waren het vluchtelingen met een wiskunde die in hun thuisland wiskunde hadden gestudeerd, volgens mij. En die hebben zich gemeld bij een aantal scholen, maar dat was natuurlijk een enorm gat. Qua taal en ook qua bevoegdheden. En volgens mij was het de bedoeling dat de sectie wiskunde, de landelijke koepel van wiskundedocenten, zich hiermee zou gaan bezighouden. Want daarvan hebben wij als school in ieder geval gezegd, waanzinnig interessant. Ja. Als deze mensen met hun multiculturaliteit, met het tekort in de eerste en tweede graadse de wiskundevakken, zou gigantisch interessant zijn als dat goed zou worden opgepakt. Maar meer ben ik daar niet bij aangehaakt. Maar ik weet wel dat het speelt. En dat wij gezegd hebben, nou, mochten we een keer een stageplek of iets dergelijks ter beschikking, dan zullen we dat zeker doen. Want dit is een waanzinnig interessante doelgroep voor het toekomstige aanpak, waarbij van hele onverwachte bronnen, als ik het zo maar mensen zich aandienen. Ja. Maar meer weet ik daar zelf niet van. Nee. Dit is wel een interessante van. Het is een potentieel wat nu niet gebruikt wordt. Mm-hmm. En mogelijkerwijs zou het wat kunnen betekenen. Mm-hmm. Ik lees zelf de Volkskrant en iedere week met interesse die column van Merel van Vroonhoven. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat is wel inmiddels een fameuze zij-instromer. Maar dan denk ik tegelijkertijd van, ja, maar de begeleiding van zo iemand, weet je, die is dan weer zo specifiek anders. Of een vluchteling met een wiskundeachtergrond. Ja, ja. Weet je, in hoeverre zijn wij wel in staat om hierop te anticiperen? Wat betekent dit voor, wat zou dit betekenen voor een school? En wat zou het betekenen op een regionaal niveau? Zou je eens mee kunnen in die hypothese? Nou ja, ik denk dat dat ook weer bij die opleiding zit. Hè? Dat is denk ik een hele veel meer flexibele invulling van die opleiding. En dat zie ik in Leiden in ieder geval ongelooflijk goed gebeuren. Mm. Veel meer kijken naar wat heeft nou een student eigenlijk nodig? Wat heeft hij als bagage al mee? En hoe moeten we daarop op inspelen? Wat mist hij misschien nog? Maar wat heeft hij al lang in zijn bagage zitten? Ja. En daarmee maak je dat opleidingstraject veel meer maatwerk. Mm-hmm. Veel meer passend ook. Laat je niet iedereen door hetzelfde hoepeltje springen. Mm-hmm. Terwijl je wel je kwaliteitseisen in de gaten blijft houden. Dus ja, ik denk dat dat heel interessant is en ook heel belangrijk is. Maar de crux is flexibiliteit. Hè? Een tijdje geleden hebben wij meegedraaid met een project van de Hogeschool Utrecht. Dat heette Hoogopgeleide Statushouder, heette dat. En toen hebben we uiteindelijk een dame van Syrische afkomst hebben wij op onze school. Voortreffelijke wiskundedocenten overigens, maar wel met een taal. Een taalachterstand, taalprobleem. Nou ja, dat lost over het algemeen de hogeschool niet op. Hè? Dus dat hebben we zelf opgelost door die betreffende dame naar een taalkursus te laten gaan. Ondertussen functioneert zij op een VMBO, waar ze een geweldig voorbeeld ook is, een rolmodel is. Hè, maar in aanleg is natuurlijk van, wat kan een lerarenopleiding, hè, want daar hadden we in het eerste sessie ook even over, hè, het hele bevoegdhedenstelsel. Ik ben zelf toch wel een grote fan, dat is niet in Nederland, hè, van dat hele brede opleidingsstelsel, hè, dat die bevoegdheden als het ware een basis is waarop je later kunt doorbeduren. Hè. Je begint bij wijze van spreken allemaal met de PABO en er is in Nederland nogal wat verschillende discussie over. Hè. In het VO voelt men daar niet zo veel. Ik ben er zelf wel groot voorstander van. Omdat je dan in de loop van de tijd je ook een bepaalde manier kunt specialiseren. We hebben een VSO-school, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van PABO en een hele specifieke kennis van gedrag, zal ik maar zeggen. Ja, de lerarenopleiding sluit daar nog niet echt op aan. Een PABO plus. Hè. Dus ik verwijt de lerarenopleiding overigens niks. Maar het zou wel heel mooi zijn met die mensen die van buiten komen, die uit het buitenland komen, die bevoegdheden hebben, die zich moeilijk laten vertalen op de een of andere manier, een soort tabel. Hè. Wat is dat
waard in Syrië en wat is het waard in Nederland? Ik ben ervan overtuigd dat een deel van het leraartekort kan worden opgelost door de mensen die de komende jaren vanuit andere landen naar ons toe komen en die we op een flexibele manier hun capaciteiten gewoon ook voor de klas kunnen laten tonen. Maar dan moeten we wel durven afstand te nemen van die enorme strenge eisen van de eerste en de tweede graad bevoegdheid, dat je precies in dat papiertje moet voldoen. Dus nou ja, enige burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik hoorde het bij die man van de ICT, hoorde ik het ook. Ja, creativiteit heb je echt wel nodig om die mensen volwaardig, want anders raak je ze kwijt. En dat zou heel erg jammer zijn. Oké. Maar dat is wel een spannende, want dan vraag ik me wel af, wat is dan, net als bij leerlingen heb je ook te maken met een soort cursorische leerlijn, die moet wel, de leerdoelen moeten allemaal behaald zijn, alleen de wijze waarop je dat doet, dat kan heel differentiëren. Ja. Ja. En je zegt nou eigenlijk laten we eens burgerlijk ongehoorzaam zijn en misschien eerst eens vertrouwen op het verschil maken, in plaats van allemaal hetzelfde doen. En ik geloof ook wel in organisatie, een andere organisatie van onderwijs. Hè? En ook wel gedwongen door de omstandigheden is het denk ik interessant om experimenten te gaan doen. En die vinden op een aantal van onze scholen ook al plaats. Om in plaats van parallelgroepen, 7, 8, om veel meer vanuit een soort unit-gedachte meerdere leerkrachten verantwoordelijk te laten zijn voor een grotere groep leerlingen. En ondersteund door assistenten dan dat onderwijs vorm te geven. Waardoor je al een breder aanbod aan leerkrachten. Precies. En waarbij je wellicht met iets minder leerkracht toch die kwaliteit kan borgen als die ondersteuning maar voldoende is. Ja. Daar zitten natuurlijk ook risico's aan, want je hebt natuurlijk wel voldoende leerkracht nodig om dat onderwijs op een goede manier te bieden. Maar ik denk dat we wel creatief moeten blijven, gegeven de omstandigheden die er nu zijn. Ja, want dat leidt, dat is een risico op kwaliteitsverlies, maar onvoldoende leerkrachtencapaciteit ook. Exact. Precies. Ik zag net even iemand in beeld en nu zie ik Robert. Ja, ik zie de vraag van Paul Baan voorbij komen in de chat. En het lijkt me even goed dat Paul hem zelf even goed positioneert. Het gaat over het werkgeluk van leerkrachten en hoe we daarop kunnen sturen. Hoe krijgen we scholen weer zover dat ze daar actief op gaan sturen? Ja, en wil je dat... ik weet niet of dat Paul is die ik nu ook in het beeldscherm zie. Of Paul, zou je iets willen delen, ja, live in beeld? Ik ben er nu ook. Hoi. Hi. Ik hoorde jou al inderdaad een paar keer benoemen dat het gaat om dat die leerkracht gelukkig is. Gelukkige leerkrachten leveren goed onderwijs en gelukkige leerkrachten blijven waar ze zitten. En inmiddels weten we best heel veel over hoe we dat kunnen organiseren. En mijn vraag is eigenlijk, hoe kunnen we nu zorgen dat meer scholen actief gaan sturen op dat werkgeluk en daarmee op dat behoud van leerkrachten? Ja, wij willen passend onderwijs voor leerkrachten en veel werkgeluk. Nou, waar kunnen we dat briefje in leveren? Ja. Jullie voelen geen pijn, zei je net. Nou, jullie zitten op rozen. Nou, laat me iets in de mond. Nee, kijk, het investeren in het geluk van docenten, dat is van elke dag. Hè? En er is geen dag dat je dat niet kunt doen. Ik heb me als bestuurder de afgelopen periode vaak afgevraagd, wat moet ik in coronatijd nou doen om mijn docenten een beetje gelukkig te houden? Nou, dat valt niet mee, zal ik maar zeggen. We hebben vorig jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan bij de firma Effectory. Dat is een landelijke koepel. En daar komt dan een soort beeld uit hoe gelukkig, hè, tussen aanhalingstekens, de docenten of de medewerkers, moet ik eigenlijk zeggen, met de scholen. Nou ja, dat is een veelheid van dingen. Dat is niet alleen maar het salaris. Dat zit heel erg in collegialiteit. Leuke school, leuke leerlingen, dingen met elkaar afstemmen, dingen met elkaar ontwikkelen. Dus veel minder in het materiële, is ook belangrijk. Ja. Maar in het VO is dat allemaal nog zo slecht niet, vind ik. Maar het zit veel meer in dat je als school een collectief bent. En dat continu, zeg maar, proberen elke dag weer onder het voetlicht te brengen, hoe leuk dat is, dat maakt volgens mij gelukkige docenten. Want het is natuurlijk niet alleen maar leuk op scholen, laten we nou wel wezen. Er gebeuren ook rottige dingen. Maar ook, ik zou bijna zeggen, juist dan kun je als school laten zien
zien hoe sterk je bent op het moment dat er rottige dingen gebeuren. En de wijze waarop je dat met elkaar omgaat. Dus ja, maar het zit heel breed. Het gaat om salaris. Het gaat om, wat ik ook al zei, een lekker schoolgebouw, goede materialen, ICT die je doet op het moment dat je het aan de orde wil, ruime studiefaciliteiten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Ik kan er wel een tijdje doorratelen, maar het is ook nog vaak heel persoonlijk gericht. Hè? Ja. Het gaat echt om welke fase zit een docent, een medewerker, en wat kunnen we als werkgever doen? De oudere docent op het einde van zijn carrière, de jonge docent, waarvan we weten dat hij over 6 jaar weer weggaat, want dan gaat hij misschien naar de ICT. Hopelijk komt hij dan weer terug. Hè? Dus kun je op de een of andere manier steeds aansluiten bij de fase waarin die betreffende docent zich bevindt. Heel ingewikkeld, maar ik denk dat dat de enige manier is. Nou, dan moeten we misschien de werkgelukkige docent van maken. We komen steeds meer tot de kern, denk ik. En ook die onderzoekende houding. Wat een heel fundamenteel iets is voor een leraar. Een leraar, ik vergelijk me ook altijd een beetje als een visser bijvoorbeeld. Die moet je ook niet vertellen hoe die moet varen, weet je. Nou, zo geldt dat ook voor die leraar. Maar je moet hem wel de zee gunnen om zijn koers te bepalen. En ik merk wel, en dat zie ik in PO eigenlijk nog iets sterker dan een VO. Ja, die druk op die lesgevende taken. Ja, die klasse moet gewoon bevolkt worden, bemenst worden. Zeker. Hoeveel ruimte is er dan voor die onderzoekende houding? Voor het werkgeluk? Ik denk een heel terechte opmerking net ook. Ik vertaal het naar werkplezier. Hè? Werkgeluk maakt het wel heel groot. Maar werkplezier is, ik denk dat je hele goede voorbeelden gaf. En daar hoort ook tijd bij. Hè? En ik denk dat ook, werkdruk is natuurlijk een belangrijke discussie in de sector. En ik denk door daar heel veel over in gesprek te gaan. En vooral ook te blijven luisteren naar goede ideeën. Ruimte te bieden voor goede ideeën. Er zijn heel veel gewoonten in onze sector ingeslopen in het werk. Helemaal niet dingen die van ons moeten of die van het ministerie of van de inspectie moeten. Maar die er ingeslopen zijn. En ik denk door goed met elkaar in gesprek te gaan van, maar waarom doe je dit nou eigenlijk zo? En vind je dat nou ook leuk om dat zo te doen? En wat levert je dit nou op? Dan kom je heel vaak achter dat je dat en veel... Kan je een voorbeeld noemen? Is dat, hoe klein of hoe groot moet ik dan denken? Nou ja, goed. Voor de leerkrachten in het gehoor. Het ontwikkelingsprofiel, hè, wat voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, opgesteld moet worden. Nou ja, sommigen die gingen daar hele boekwerken van maken. Pagina's na pagina's. Dat is... Bij klassen is dat niet nodig. Je moet wel kort formuleren wat nou precies de diagnose is. Wat er al gedaan is en wat er nog extra nodig is. Maar dat kan heel kort en bondig. En dat hoef je ook niet alleen te doen. Wij hebben daar specialisten voor die je daarbij kunnen helpen. Ja. Nou, dat zijn kleine voorbeelden dat je ook niet alleen voor staat als leerkracht. Hè? Je hebt heel veel collega's. En dat proberen we vanuit dat samen heel erg te stimuleren om daar ook gebruik van te maken. Ja. Ik hoorde je net ook zeggen over dat, hoe noem je dat? Dat je niet in één klas werkt, maar dat je in een unit-achtige vorm met meerdere samenwerkt. Ja. Dat geeft denk ik ook al een heel ander Absoluut, beeld. Absoluut, maar eigenlijk één leraar door één klas heen, hè, waar we met allerlei lerende netwerken werken. Op het gebied van taal, rekenen, op het gebied van digitale leermiddelen. Mensen vinden dat prachtig. En we hebben nu ook ontdekt dat dat ook niet altijd fysiek hoeft. Hè? Ja. Het kon niet eens fysiek de afgelopen anderhalf jaar. Maar soms is het ook heel effectief om even een uurtje met elkaar de computer aan te zetten. Bepaalde vraagstelling centraal te zetten. Een externe expert daarbij vragen. En je hebt een ontzettend leuke sessie van maar een uurtje. Ja. Ik ben wel benieuwd naar de kijkers die nu deze deelsessie volgen. Welke out-of-the-box oplossingen er allemaal bij jullie in beeld zijn, of die je zelf ervaren hebt, of misschien die je heel graag of heel erg wenselijk acht. En dat kan op schoolniveau of op regionaal niveau zijn, waarvan jij zegt van ja, maar dit is echt wel een bijdrage waarvan ik denk dat dit inzicht gedeeld zou moeten worden vandaag. Want weet dat alles genoteerd wordt en ook later in een groter verband ook verspreid gaat worden. Dus doe je voordeel ermee. Ik ben heel benieuwd. Mariska die zal daar zo wel op terugkomen op het moment dat iemand is die zich daar, of Robert natuurlijk, als iemand zich daarvoor meldt. Stel je voor, hè, een droom, een toverstaf, poink, weet je, het lerarentekort. We hebben de formule. Hoeveel afstand zit er tussen de werkelijkheid waarin we nu leven en de droom en de lezingen en de adviezen die we nu gehoord hebben vandaag? Wat is er nou nodig voor VO om te zeggen,
En dadelijk PO. Wat is er nou nodig bij VO of misschien ook wel voor MBO? Dat we zeggen van ja, dat lerarentekort. Ik hoorde toen straks al dat we het bijna op een soort nationaal planniveau moeten trekken. Want als je het weer bij de lerarenopleidingen belegt, dan is het eigenlijk het probleem het stokje doorgeven. Ja. Want dat is ook weer een beperkende. Ja. Ja. Ik hoorde je net zeggen iets op landelijk. En hoe nou voor VO? Hoe krijgen het hybride zou helpen? Ja, de vraag is hoe ver het toverstokje nog tot de oplossing reikt. Hè? Ja. Dat is ook wat ik jou gewoon zeg. Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar ik denk dat we er niet zo heel ver meer van af zitten, eerlijk gezegd. Oh, dat is goed nieuws. Ja, dat, ik ben rasoptimist hoor. Ja, ook misschien wel een beetje, wij omarmen misschien, die misschien wel een beetje naïef zou ook kunnen zeggen. Kijk, wat ik steeds meer zie is het besef dat centraal staat de autonomie en de professionaliteit van de docent. Dat zie je steeds meer. En ja, ik moet zeggen dat verhaal van die Merel, want we lezen ze allemaal. Hè? Ja. Merel van Vroonhoven in de Volkskrant, we lezen ze allemaal. Dat heeft wel een impact gehad. Die zit zowel tegen die landelijke politiek aan en die vertelt uit de dagelijkse praktijk. Nou ja, die heeft ook discussies over die netwerken, zal ik maar gevoerd. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat je die docent echt centraal staat in zijn professionele ontwikkeling en al die dingen die hij niet wil doen, hè, op de een of andere manier kan niet allemaal natuurlijk, hè, maar er deels voor kan af, dan zijn we al een heel eind. Wat wij zien momenteel is dat het aantal docenten of het aantal mensen wat solliciteert op vacatures neemt toe. Zou een corona-effect kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? Zou kunnen zijn dat mensen denken, nou, dat onderwijs is best wel welvaartsvast. Hè? Ook als corona uitbreekt is het een baan waar je... Maar we zien het aantal... Dus we zien langzaam het imago, zien we ook steeds... Ik ben daar optimistisch over. Maar dan moet de trend waarin die docent centraal staat, die moet nog veel nadrukkelijker worden doorgestoken. Dus ja, dat is echt wel... Dat betekent voor mij als bestuurder, hè, en voor de schoolleiders op de scholen, betekent dat niet zo'n hele grote verandering overigens, maar betekent nog meer die positionering. Ja, en dan ben ik eigenlijk best wel optimistisch. Als we daarin slagen en als we als mooi beroep neerzetten, goed betalen, hè, want dat is natuurlijk ook altijd nog een discussie, zeker in het primair onderwijs. Zeker. Hè, het voortgezet onderwijs, nogmaals, ik vind dat dat best redelijk betaald wordt. Kan altijd nog beter, maar als vergelijking met PO, ik begrijp wel dat dat gelijk getrokken wordt. Er wordt nu veel geld geïnvesteerd in het NPO, hè, in het Nationaal Programma Onderwijs. Bakken met geld, mag ik wel zeggen, waarvan ik me afvraag hoe krijgen we die ooit in 2 jaar weggezet. Ik hoop dat de volgende minister gaat zeggen, smeer dat over een langere periode uit. Nou, en als je dat of kunt... Of maak het structureel voor ja, deel. Ja, precies. Hè, en als we dat geld 4 of 5 jaar echt in het onderwijs kunnen pompen, in arbeidsvoorwaarden, in allerlei andere dingen die nu ontstaan zijn, dan ben ik daar best wel optimistisch over. Ja, misschien wel naïef, hoe dat zou ook kunnen. Ja. Nou, en gezond optimisme. En corona, het corona-effect. Hoe groot denk je dat dat is? In termen van... Nou, dat we onszelf nu rijk rekenen en dan straks de arbeidsmarkt weer een beetje aantrekt. Ja, want we weten het effect nu nog niet. Dat is risico. Dus we hebben nu loopt de kans. Weer weg. Ja, dus we hebben nu de kans om het vak neer te zetten. Hè? Goed betaald, professioneel, geweldig relevant. Dus daar heb je een paar jaar de kans voor. En anders gaan ze allemaal naar de ICT. Hè? Ja. Dat hebben we net gezien bij een van de vorige gesprekken. Het momentum dus is daar. Dus de komende jaren zijn cruciaal om het belang, maar ook de populariteit van het vak neer te zetten. En we hebben de middelen. Ervoor gekregen. Dus, hou je toverstokje nog heel even voor je, want ik zie dat er iemand in beeld is verschenen. Misschien kan je even je naam en je vraag vertellen. Mijn naam is Marjorie Vermeeg. Ik ben werkzaam in 2 RAP-regio's in Oost-Nederland. En zelf werkzaam op ons loopbaancentrum. Ja, je vroeg net aan om goede ideeën, zeg maar. Ja. Dus ik dacht, ik deel even wat. Waar wij naar aan het kijken zijn, en dat gaat rondom de zijinstromers, want ook bij ons wordt de urgentie wat minder gevoeld, om naar een combinatie te gaan met ziekteverzuim en zijinstromers. Misschien zijn er gewoon een aantal senior leerkrachten die het heel leuk vinden om inderdaad de zijinstromers op te leiden vanuit hun jarenlange kennis. En ook een stukje dat ontlastend kan werken. Het moment dat die zijinstromer dan aan het werk is in de klas. Dat de leerkracht zelf wat tijd heeft om de administratie te doen. Oude gesprekken te doen. Plannen te maken. Zodat het eigenlijk aan 2 kanten een win-win situatie is. En ook interessant misschien voor de schoolbesturen. Als het ziekteverzuim dan omlaag kan. Waar ook natuurlijk wat geld mee gemoeid is. Zo die combinatie te maken. Dus dat zijn wij al aan het onderzoeken of daar draagvlak voor is. Mooi hoor, een tandemvorm. Dus eigenlijk een win-win die je eigenlijk creëert op deze, in deze situatie. Ja. Dankjewel voor het delen. Ja, alsjeblieft.
Een tandem. Nou, interessant. Mooi, ja. Goeie, en nou, het overstokje van primair onderwijs, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nou, ik ben toch iets minder optimistisch, hoor. Ik ben optimistisch voor, en eigenlijk de dingen die je ook wel zei, van we doen er toe. Hè? En dat hebben we de afgelopen, nou ja, hele lange tijd al bewezen. Maar dat heeft de afgelopen anderhalf jaar extra aandacht gekregen. Ja. En nu met het komende nieuwe kabinet, hopelijk komt daar wat meer vaart in nu. Nou, als daar geen extra investeringen in het onderwijs in komen, dan snap ik het echt niet meer. Ja. Hè? Dit is het moment om dat ook te gelden te maken. Ja. Maar er zal wel echt een systeemaanpak moeten komen, hoor. Want ik zie op korte termijn de problemen eerder groter worden. Ja. En ik ben ook een rasoptimist. Maar zelfs ik heb af en toe slapeloze nachten van hoe gaat dit de komende jaren zich ontwikkelen? Ja. Op langere termijn denk ik dat het goed gaat komen. Ja. Maar nu op de kortere termijn maak ik me hele grote zorgen. Ja. En Merel van Vroonhoven heeft niet voor niets die roze olifant uit de tas gepakt. Ja. En die staat ook voor mijn zorg. Ja. Nou, dat is mooi om zowel de rasoptimist als de realist te horen met de zorg voor morgen. Want je tovert met rapgelden, tover je geen, of NPO-gelden, tover je geen nieuwe leraren. Nee. Dus dat het een lange adem vraagt, is duidelijk. Dat het een systemische aanpak vraagt. We moeten dat die netwerkorganisatie waar we toen straks al even over hadden, die moet substantieel zijn om ook het verschil te kunnen maken. En we moeten ook een beetje lef tonen en die optimist ook de kans geven om een beetje buiten de lijntjes te mogen kleuren, heb ik begrepen. Ja, het is het Nationaal Programma Onderwijs. Hè? Dus ja, dat is wel mooi. Het suggereert naam. Hè? Het heeft naam. Ja. En, niet nou, regionaal plan onderwijs. Ja, nou, dat is een mooie om mee te nemen. Misschien ook wel een mooie om mee te nemen richting de afsluiting. Ik zie dat we nog één minuutje hebben. Mariska, je bent in beeld. Is er misschien nog een vraag of iets binnengekomen waarvan je zegt dat wil ik nog heel even delen? Nee, ik wilde alleen even aangeven dat we bijna eruit gaan, Michel. Oh, dus dankjewel. Dus dat was toch even van, het zou zo zonde zijn als het padboom eruit gaat. Nou, nee. Een structurele aanpak hebben we nodig. En dankjewel dat jij er ook een bijdrage aan levert. Ja. Oké, top. Dankjewel voor jullie bijdrage allebei, Mariska en Robert. Voor zover. Ook de kijkers, dankjewel. Degene die aangehaakt zijn bij deze deelsessie. En we zullen zo dadelijk gaan afsluiten. Maar niet voordat ik jullie natuurlijk, heren, bedank. Want we hebben vanmiddag twee deelsessies met elkaar meegemaakt. En ik denk dat we tot mooie inzichten zijn gekomen. En volgens mij kunnen die straks ook weer meegenomen worden. Mogelijkerwijs richting het toverstokje voor lange termijn. Ja. Nou, dankjewel voor jullie inzet. Graag gedaan. En bijdrage. Dan misschien is het nu tijd om richting afronding te gaan. Blijven wij in deze deelsessie nu hangen? Dat is het geval. Dat betekent dat wij in ieder geval niet hoeven om te schakelen. En u kunt gewoon in deze verbinding blijven. Terwijl we zo dadelijk even waarderend terugkijken op deze middag. En dat doen we samen met Dominique van der Elst. Zij is programmamanager aanpak personeelstekort van het ministerie van OCW. Ik zie Dominique inmiddels al in beeld. Ik weet niet of Dominique ook ons ziet. Ja, in ieder geval hoort. Hallo Dominique. Ik weet niet of alle andere mensen inmiddels al zijn overgeschakeld van de deelsessies. Ja hoor, ik krijg een duimpje omhoog, dat is het geval. Dat betekent, Dominique, dat we langzaamaan naar een afronding van het programma gaan. En daarbij ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar de inzichten die u gehoord heeft, waarvan u zegt, nee, dit is iets om mee te nemen of om te koesteren of om verder te verspreiden als het gaat over voortschrijdende inzichten. Het geluid staat nog niet aan. Ik wacht even een ogenblikje, alsjeblieft. Als het goed is, doet hij het nu wel. Ja? Dankjewel. Okay, mooi. Ja. Jullie ook veel dank. En jammer dat het toch nog weer een keer digitaal moest. Maar wel heel veel mooie voorbeelden gehoord, veel inspiratie. We begonnen natuurlijk met de kans om dingen anders te gaan doen. En daar heb ik ook voorbeelden van gehoord. En er werd al gezegd van beginnen met ook met van buiten naar binnen halen. Maar ook met burgerlijk ongehoorzaam zijn en lef tonen.
En dat hebben we daarna verbonden bij de kennis met de duurzame netwerken. Met duidelijke en bezielende doelstellingen. En later op de middag heb ik gehoord dat we gelukkige leraren het onderwijs moeten maken. Dus misschien kunnen we daarin ook wel bezielende en mooie doelstellingen vinden voor de regionale netwerken die ook duurzaam zijn. Wat we nog meer zien is dat er voor grote veranderingen staan. Dat hebben we gezien uit het voorbeeld van Louis. In de ICT, maar ook in onderwijs zie je dat we best op zoek zijn naar veranderingen. En dat brengt ook onzekerheden met zich mee. En daar hebben we ook weer, kunnen we ook weer het van buiten naar binnen, maar ook weer het lef en het burgerlijke ongehoorzaam zijn, kunnen ons daar ook in helpen en verder brengen door te gaan doen, te verbinden op verschillende niveaus, leraren, ook inzet als begeleider, wat bijvoorbeeld ook gebeurt bij de samen opleiden, netwerken, waardoor leraren ook ervaring opdoen met meer hybride docentschap. Schoolleiders hebben een cruciale rol. Die mogen ook best wel wat ondernemend denken, maar het is ook belangrijk dat zij richting geven, maar ook ruimte bieden om dingen te proberen en daarmee aan de slag te gaan. In de laatste sessie heb ik nog gehoord dat we met een rasoptimist of rasoptimisten en realisten hebben. Maar allebei zien ze wel kansen om dingen anders te gaan doen en om ook weer te gaan werken aan het onderwijs. En daar ook lef in te tonen. Maar dat vraagt ook nog weer wel een lange adem. En is ook wel een beetje afhankelijk van de investeringen en de ideeën van een nieuw kabinet. Dat is heel in het kort. Heb ik geprobeerd overal iets uit te halen, wat ik in ieder geval heb gehoord. En waar volgens mij heel veel in zit om gezamenlijk ook aan de slag te gaan. Wat ook weer aansluit bij bijvoorbeeld de aanbeveling van Merel van Vroonhoven, die ook nog een paar keer terugkwam als een mooie verbinding in de columns in de Volkskrant. Van enerzijds haar eigen ervaringen en anderzijds in de praktijk en anderzijds ook op het landelijke niveau wat ze daar heeft gedaan en heeft gekeken naar de aanpak van het lerarentekort. En zij heeft ook gezegd van laten we nu kijken hoe de RAP en regionale aanpak samen opleiden beter met elkaar kunnen verbinden. Ja, en misschien nog een toevoeging als het gaat over het goud delven met elkaar, is dat wij zeggen van haal de buitenwereld ook naar binnen. Dus als je beelden wilt formuleren of maken van het onderwijs, dan is het ook goed als de buitenwereld ook naar binnen kan. Die hybride schap, of misschien ook wel andersom, dat misschien de leraar zich verbindt aan de buitenwereld en de buitenwereld aan de leraar zelf, kan ook zorgen voor andere beelden en ook weer nieuwe combinaties. En dat er misschien ingegeven dan door een gemeenschappelijke pijn die we met elkaar voelen of gaan voelen, maakt het wel dat we weer kansen voor de toekomst kunnen creëren. Waarbij we misschien een klein beetje het oude los moeten laten om te verkennen wat er nog aan nieuw kan. Zonder dingen met het badwater weg te gooien. En staan alles zijnde wat dat betreft op groen. Omdat we ook de middelen hebben inmiddels om te kunnen experimenteren. Ja. Dus dan komen we toch weer bij dat stukje lef en gezond optimisme om het te gaan aanpakken. Waarbij we wel kunnen constateren dat het wel op een landelijk niveau, het moet groter, die netwerken, dan alleen maar in het kleine en op schoolniveau. Want die schaal is te beperkt. Ja, en ik denk dat het daar wat ook wel terugkwam vanmiddag op de verschillende niveaus ook zoeken is naar de goede samenstelling. Ja. Maar dat het ook wel vraagt van in plaats van concurreren, ook kijken wat we samen kunnen doen. Ook opleiden voor anderen. En dus ook het belang om niet alleen tussen scholen samen te werken, maar ook weer in samenwerking met opleidingen. En dat hoeft ook weer niet met alles. Maar wel voor een aantal vraagstukken waar het gaat om het opleiden en professionaliseren ook van leraren. Ja, ja. Ik krijg net in mijn beeld een vraag. Een vraag voor u. Die wordt gesteld door Marcel Voorhoeven. Ik lees hem even voor. Nu opleiden voor de nabije toekomst is wat mij betreft gewenst om de groep docentvluchtelingen, en daar hadden wij het net ook al even over, om die groep docentvluchtelingen in Nederland aan te boren en die kansen te geven om van hun passie
diversie hun werk te maken en zo ook de diversiteit in de scholen verder vorm te geven. Daarvoor is een landelijke aanpak nodig. En waar het project DUVDK financiering voor probeert te vinden. Maar dat is met door de versnippering van RAP-regio's erg ingewikkeld. Dit is ook al iets wat ik vanuit het Velon-congres hoorde. Als je het hebt over de gebieden van samen opleiden, samenwerkingsverbanden en ook de RAP-regio's. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat het soms ook wel weer tot verschotting kan leiden? Ja, dus dat sluit eigenlijk weer aan bij hoe krijgen we nu elke vraag op het goede op het goede niveau ook te pakken. Mm-hmm. Wat ik mooi vond om te horen in de laatste sessie, dat daar ook de bestuurder zei dat hij graag ook wel bereid was om iemand een stageplek te bieden. Dat zij ook al goede ervaringen eerder hebben opgedaan met vluchtelingen die in het onderwijs willen komen werken. Belangrijk is daar vooral ook de taal en hoe krijgen we de taal op het goede niveau. Mm-hmm. Maar ook wel van, er zijn dus meer regio's. En ook regio's kunnen weer samenwerken om. En daar kunnen we kijken wat we daar landelijk in kunnen doen, ook weer in de facilitering. En daar het gesprek over voeren van wat is er nu voor nodig. Maar wij kunnen het ook landelijk niet alleen. En wij hebben de stageplekken niet. Dus het is steeds zoeken naar wie heb je nodig om welk probleem op te lossen. En ik denk, kan me voorstellen dat één regio alleen kan dit niet oplossen. Maar landelijk kunnen wij dit ook niet alleen oplossen. Klopt. En in die zin denk ik goed om met elkaar te kijken. En ook altijd bereid om hier ook over in gesprek te gaan. Om te kijken van hoe we inderdaad die verbinding kunnen maken tussen enerzijds het aantal regio's en ook wat er dan landelijk ook weer op nodig is. Ja, ja. Ook een stukje beeldvorming, denk ik. Ik heb nog een andere vraag die aan u gesteld wordt door Anke van Riel. En die gaat over het momentum van pijn hebben en daar ondersteuning in ervaren. Als er nog geen tekort gevoeld wordt omdat vacatures voor nu zijn ingevuld, dan is er op schoolniveau nog geen financiële formatieruimte. In de zin van extra formatieruimte. Hoe kunnen we dat samen oplossen? Nu opleiden voor de toekomst. Ik begrijp hem. Ik lees hem even opnieuw. Nu opleiden voor de toekomst, dat kan met de RAP-subsidies, maar het risico dat je de plaatsen nog niet meteen hebt als de mensen klaar zijn. En die moet je dan wel financieel kunnen en durven vragen. Is hier al aandacht voor? Oftewel, kun je hier je financiering op aanpassen vanuit OCW? Het volgens mij goed is om ook hier weer te kijken van naar strategisch personeelsbeleid en dus ook in de regio te kijken wat hebben wij nu op middellange termijn nodig en hebben we daar een goed beeld van, want dat kwam vanmorgen ook nog weer terug bij de presentatie van Hans, dat niet iedereen een goed beeld heeft van wat hebben wij op middellange termijn nodig. Daarnaast denk ik dat we nu kunnen profiteren ook van de NPO gelden, dus NPO onderwijsmiddelen om mensen op te leiden juist hier een slag te maken. En het vraagt natuurlijk ook van de schoolbesturen en om daar regionaal naar te kijken hoe je zorgt voor strategische personeelsplanning en iets langer vooruitdenken ook om te zorgen van nu kunnen we profiteren van de NPO-gelden terwijl we weten dat we misschien pas over 2 jaar iemand nodig hebben. Ja, ja. Dit stuk vraagt inderdaad om een langere termijn en een strategische planning. Nou, dat zijn ook de onderwerpen waar we het met elkaar over hebben gehad. Ik denk, alles samengevat, dat er heel veel inzichten en goud gedolven is, ook om samen te brengen. Ik heb begrepen dat er nog een schriftelijke rapportage van komt, die breed verspreid kan worden. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor het samenvatten en het terugkijken, het waarderend terugkijken met elkaar. En de mensen om mij heen en u thuis natuurlijk, die achter de computer zit. U heeft een zonnige middag geïnvesteerd en hopelijk voor de toekomst van goed onderwijs. Nou, dan wil ik u eigenlijk bij deze hartelijk danken voor uw aanwezigheid, voor uw inzet. En wens ik het onderwijs het allerbeste en ons natuurlijk ook. Heb het goed en tot ziens allemaal en hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Dankjewel. Tot ziens. Dag.